aanwezig. Mijn naam is Jan Malgers en namens de Groesbeek Airborne vrienden heet ik u van harte welkom bij onze jaarlijkse herdenking van operatie Veritable. De start van het grote Rijnland offensief van 8 februari 1945. Ladies and gentlemen, my name is Jan Malgers and on behalf of the Groesbeek Airborne Friends, I welcome you all to our annual commemoration of Operation Veritable, the start of the Rhineland Offensive in February 1945. I have also a warm welcome, of course, to His Excellency Hugh Attzett, Ambassador of Canada to the Netherlands, and Colonel Mark Lafortune, Defense Attaché of the Canadian Embassy, with Sergeant Nicole Mitchell, Assistant Defense Attaché of the Canadian Embassy. Also a welcome for Mr. David True, Counselor of the British Embassy, and graag een hartelijk welkom voor Mark Slinkman, burgemeester van de gemeente Bergendal, de heer Vincent Arts, wethouder in de gemeente Heumen, heer Jozef Kieteman, stellvertretende burgemeester op de gemeente Kleve, en ook een hartelijk welkom voor heren Michael Bouwman Matthews, stellvertretende burgemeester op de gemeente Kranenburg. En natuurlijk een bijzonder welkom ook voor heren Manfred de Haan, voorzitter de Heimat- en Verkeersverein Donsbrugge. Last but not least, and also not last, een hartelijk welkom voor mevrouw Heidi de Ruiter en mevrouw Astrid Hubbers namens de regio Rijnwaal. En daarnaast heet ik natuurlijk met veel plezier welkom alle vrienden en alle vertegenwoordigers namens diverse organisaties in Nederland en Duitsland. Uw aanwezigheid wordt altijd bijzonder op prijs gesteld. Dames en heren, nu iets anders. Deze Canadese herdenkingsfakkel is in 2022 in Canada ontworpen en laat prachtige details zien die de symbool staan voor de vrede en de vriendschapsband tussen Canada en Nederland. Evenals symbolen voor de zielen van de gesneuvelde soldaten. De golven in het ontwerp staan symbool voor het feit dat de Canadese soldaten hier veelal vochten in en rond water, in het water in Nederland. Deze fakkel is een exacte kopie en is in bruikleen gegeven aan de Royal Canadian Legion Branch 005 met als opdracht de fakkel te gebruiken en de jeugd te betrekken bij het herdenken van onze Canadese bevrijders en de vriendschap tussen beide landen voor te zetten. Een taak die de Youth Auxiliary op zich genomen heeft. Suzanne zal nu een Engelse versie van de commitment van de fakkel voorlezen en gevolgd door Eileen die dat in Nederlandse versie zal doen. Ladies and gentlemen, the Canadian Remembrance Torch is designed in Canada in 2022 and shows great details, symbols for the friendship and the peace between Canada and the Netherlands. Symbols for the souls of those who died in battle. Waves symbolize the fights from the Canadian soldiers in and around the water in the Netherlands, and the exact copy, this exact copy, was given on loan to the Royal Canadian Branch 005 with the mission to involve youth in commemorating our Canadian liberators and the friendship between Canada and the Netherlands. Suzanne will read now the commitment carrying the torch, followed by Eileen, who will do that in Dutch.